zitten met ons drieën op een bank op de gang. We zullen elkaar voorlopig wel niet meer zien. Ik zie mezelf in hen. Maar wie ben ik? Een monoloog is een monoloog. En hoe breng je dat nou weer in theater in? Dat het geloofwaardig is, dat je alle personages begrijpt. En zeker met dit boek, want het is natuurlijk een heel dik boek. Wat daarvan gemaakt is, dat vind ik dan toch weer gewoon heel knap gedaan. Het was waanzinnig. Fantastisch gespeeld. Heel mooi gespeeld. Ik vond het van Tarik een indrukwekkende prestatie. En ik vind het heel mooi dat het verhaal nu van deze kant belicht is. Van Manushka's kant, ook verteld door iemand van kleur. Zo hoort dat ook te gaan met een goed verhaal. Het is als film al geweest. En, ja, mijn boek was de eerste versie. En het is geweldig dat dat zo voortleeft met weer andere nadrukken erop. Tarik is geweldig. Het script is behoorlijk ingenieus gedaan, waardoor er dus meerdere perspectieven mogelijk werden. En ik was onder de indruk. Ik vond het ook qua vormgeving ongelooflijk mooi. De hele aankleding gewoon met die vier schotten en één bankje en een man doet zijn verhaal. En dat meer dan anderhalf uur lang. Ja, ik heb een mooie avond gehad. Petje af. Voor een volwassen man is het hoogst ongemakkelijk als mensen ongevraagd aan je voelen. Voorzichtig je haar aanraken. Of over je arm wrijven alsof ze proberen te ontdekken of je kleur ook vast kunt pakken. Wat voor mij belangrijk is, is dat het me raakt. En dat moet theater met je doen. Dat van toen naar nu brengen. Wanneer het over racisme gaat en achterstellen en buitensluiten en naar behandeld worden. Dat heeft veel met het nu te maken, nog steeds. Ik vond het echt heel knap en heel mooi verteld. Hij heeft ons echt meegenomen. En ik vond hem heel sterk. Wat ik heel mooi vond is dat hij zei van een land dat nog niet zo heel lang geleden best wel veel heeft verloren. Ja. Dat ze nog steeds zo hard kunnen zijn. Dat onze maatschappij nog steeds zo hard oordeelt over andere mensen. Dat alles wat niet op jou lijkt anders is en dus vreemd en dus een soort van bedreigend is. We hebben zoveel meegemaakt in onze geschiedenis. We hebben zoveel ellende samengedeeld. Laten we iets aardiger voor elkaar zijn. Dat kan echt geen kwaad. Ik stel me hem zo voor in het tropische Paramaribo. In de rivier met bruin water. Dat hij één wordt met dat water. Naarmate hij zijn lange ledematen er doorheen laat glijden. Ah, deze jongen. Het is een fenomenale voorstelling. Het is prachtig gedaan. En ga zitten en laat het over je heen komen. En geniet. Een prachtige avond, een mooie avond. En ik hoop dat veel mensen dit gaan zien. Dus ik zag dat hij een behoorlijke mooie speellijst had. Dus ik roep iedereen op. Ga kijken naar Sonny Boy.